Dames en heren, welkom bij de 10e editie van Nacho Vlogs. Vandaag een WK special. Het WK is namelijk begonnen. En vandaag gaan wij de voorbeschouwing houden van de wedstrijd Senegal tegen Nederland. Samen met Reinel Kolen. Hey Reinel, welkom in het programma. Hoe is het, man? Ja, thanks, man. Goed. En met jou? Ja, goed, man. Tof dat je er weer bent, man. Ja, ja, zo. Een tijdje geleden, maar we gaan gewoon door. Ik wil jou niet meteen een Senegal kenner noemen, maar jij hebt best wel wat kennis van het elftal, de selectie van Senegal. Dat gaan we straks even doornemen. We zijn benieuwd natuurlijk hoe Oranje ook zal gaan spelen. Dus om meteen te beginnen met het systeem. Welk systeem verwacht jij dat Van Gaal zal gaan hanteren? Nou, hij heeft het zelf over het 1-3-4-1-2 systeem. Daar ga ik ook gewoon voor uit. Ik twijfel wel of hij met twee spitsen gaat spelen of met één spitsen en twee erachter. Heeft hij ook wel eens over gehad, hè? Ja, natuurlijk. Ja, wat als je met twee spitsen zit, je anders drukt dan één spits en twee erachter. Maar je kan wel iets meer de ruimte bespelen met twee man erachter. Dus dat is de enige nuance verschil dat er eventueel zal zijn. Maar de grote lijn is altijd gewoon de 3-4-1-2 zijn. Zal best kunnen, inderdaad. Ik denk wel dat hij inderdaad op het. Maar ja, ik vind het wel bijzonder dat je net de keeper erbij benoemde in het systeem. Dat doet Van Gaal ook altijd. Ik wil daar meteen op inhaken. Want zojuist is er bericht binnengekomen vanuit het Oranjekamp dat Andries Noppert de eerste keeper zal zijn van Oranje op het WK. In ieder geval de wedstrijd tegen Senegal zal hij gaan keepen. Is nog niet 100% zeker, maar dat zijn de laatste berichten. Wat vind je daarvan? Ja, de afgelopen dagen ging het natuurlijk over de keepers. Wie gaat keepen? Hè? Noppert zat bij het basisteampje, het beoogde basisteam met de partijtjes. En dat zette mij een beetje aan het denken. En ik dacht bij mezelf van, ja, als je even zo gaat kijken, en even met een Van Gaalbril op, je hebt drie eredivisie keepers. Van de drie eredivisie keepers is Noppert op dit moment de beste in vorm. Ook statistisch, maar ook gewoon qua tegendoelpunten en dergelijke. Die man is 2,3 meter. En hij heeft een turnverleden en is net zo snel bij de grond als een keeper van 1,70 bij wijze van. Een turnverleden? Ja, hij heeft een turnverleden. Hij schijnt ook kampioen geweest te zijn, hoorde ik laatst in een podcast. Zo. In ieder geval, hij heeft op heel hoog niveau geturnd. Dus hij heeft een bepaalde lenigheid die andere keepers niet hebben. En er werd een vergelijking met Pasveer gemaakt. Als ze rek- en strekoefeningen doen, dat Pasveer zo ongeveer nog omhoog moet komen als Noppert zijn been 6 keer in zijn nek heeft gelegd, bij wijze van. Dus ja, en Van Gaal ziet deze dingen ook. Het is even misschien een gek voorbeeldje wat ik noem. Maar die ziet wel van dichtbij hoe Noppert zich presenteert en hoe die keept ten opzichte van die anderen. En tel daarbij op dat die man een rijkwijde heeft van 7 meter of zo. Als hij van links naar rechts valt en dat bij elkaar opgeteld. Hij hoeft alleen maar te vallen en hij is in de hoek, bij wijze van. Dus er zijn wel heel veel voordelen eraan. Wat wel zo is, qua ervaring op Europees toneel en dergelijke, hebben die anderen een streep ervoor. Maar het zou me niet verbazen als hij qua kunde, pure kunde, misschien wat beter is. Dat klinkt wel goed, die onderbouwing. Want ik had het niet zo bekeken. Ik had zijn tun verleden, wist ik nog niet. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet wisten. Ik denk dat de meeste mensen hadden verwacht dat Bijlo de eerste keeper zou gaan worden. Misschien gebeurt het ook nog wel. Maar hij is wel op tijd in vorm gekomen. Maar we gaan het zien. We wachten het even af of Bijlo het zal gaan worden of Noppert. Volgens de laatste berichten zal het Noppert worden. Dus ja, inderdaad. Ik wil meteen verder schakelen naar de veldspelers. Met name Xavi Simons. Ik vind het heel bijzonder dat hij ten eerste erbij is. Volgens de laatste berichten, ook uit het Oranjekamp, maakt hij de meeste indruk van de hele selectie tijdens de trainingen. Dus wat kunnen we van hem verwachten? Ja, kijk, we hebben allemaal Xavi Simons gezien. Die wordt per 2 weken een paar procenten beter of zo. Dat gewoon consequent. Hè? En ja, ik heb het gevoel dat hij zo'n speler is. Die als hij op een hoger niveau speelt, hij zich vrij makkelijk aanpast aan dat niveau. Zo'n idee heb ik. En sommige spelers hebben dat gewoon. Het maakt niet uit welk niveau ze gaan spelen. Cocu was vroeger zo'n voorbeeld. Dat is misschien een heel ander type. Maar die ging van Vitesse naar PSV. Binnen no time gewend dat niveau. Van PSV naar Barcelona, binnen no time gewend dat niveau. Ik heb het idee dat Xavi Simons zo'n voetballer is die zich aanpast aan zijn omgeving. En als je al talentvol bent en bepaalde fysieke kwaliteiten beschikt die hij al best wel al heeft, ondanks hij zo'n klein mannetje is, ja, dan ga je floreren. Als de spelers je nog beter begrijpen, je passing beter snappen, je looplijnen beter snappen, ben ik eerlijk gezegd niet verbaasd erover. Nee.
Oké, ik wil even inhaken op het fysieke aspect, want het schijnt dat hij fysiek daar nog wel een beetje voor tekort komt. Hij schijnt in de duels, fysieke duels, dan vliegt hij nog wel een beetje alle kanten op. Maar verder heeft hij een bepaalde slimheid, een bepaalde balbehandeling, waardoor hij gewoon echt ja, het niveau gewoon best wel makkelijk aan kan. Dus we gaan het zien. Laten we hopen dat hij toch wel speelminuten zal gaan maken. Verwacht je dat hij tegen Senegal ook zal spelen? Dat denk ik niet. Ik heb niet echt een precieze reden waarom, maar ik denk dat Van Gaal misschien nog iets meer van hem wil zien. En Van Gaal, zeker tegen Senegal, zoveel mogelijk uitgaat van de vaste kern. We hebben de keepers net besproken. Keepers is al de hele voorbereiding, zeg maar, een beetje wisselend van de wacht. Maar in zijn elftal, in belangrijke wedstrijden, heeft hij eigenlijk, als het niet nodig was, nooit gewisseld. Dus ik verwacht, ja, als hij misschien invallen, maar. Ik denk dat je misschien de tweede en derde wedstrijd meer van Simons gaat zien. Nou, laat het hopen. Het zal heel mooi zijn voor de voetballiefhebbers. Ik wil meteen doorschakelen naar de selectie van Senegal. Grote aderlating is natuurlijk het ontbreken van de sterspeler Mané. Maar ja, meestal krijg je daar een onderschatting. Maar de selectie van Senegal zit vol andere, ja, ik wil niet zeggen toppers. Maar het zijn wel spelers die echt bij ja, toch wel bepaalde clubs van naam spelen en zo. Ik wil eentje noemen. Bijvoorbeeld Ismaël Jacobs. Die is er helaas niet bij vanwege het papierwerk wat niet in orde is. Maar hij kan nog wel ingevlogen worden, heb ik begrepen, volgens de laatste berichten. Dat Ja, klopt, hè? volgens mij zat het zo dat ze hebben hem alsnog meegenomen. Zo ging er al voor uit dat hij tegen Nederland niet zou spelen. Maar zijn papierwerk is nog niet helemaal rond. Maar ze speculeren erop volgens mij dat het rondkomt tijdens de WK, dat hij in de loop van de WK wel kan spelen. Hij was weliswaar niet de eerste keuze bij Senegal. Volgens mij gaat daar. Op de linksbek, Ja, de linksbackpositie volgens mij gaat daar. Een andere speler spreek, ik kom even niet op zijn naam. en daar je. Is zijn naam even kwijt. Ndaye, ja, sorry. Ik was even vergeten. Ndaye gaat waarschijnlijk spelen. Nee, die was opgenomen in plaats van Mané. Ik kom straks op die naam. Nou, we komen er zo op. Maar even op Jacobs blijven. Wat ik heb begrepen is hij ook. Hij is een zoon van een Senegalese vader. En hij heeft een Duitse moeder. Zelf is hij ook geboren in Keulen, in Duitsland. Dus dat is wel een bijzonder weetje dat hij ook van Duitsland had kunnen kiezen. Maar wat weet je van zijn niveau? Want hij speelt dus bij AS Monaco. Heeft tegen PSV heeft hij ook minuten gemaakt. Maakt hij wel een goede indruk toen? Of wat weet jij over hem? Ja, hij was eigenlijk als reservespeler inderdaad tegen PSV gespeeld. In het tweeluik. En hij maakte een hele stabiele indruk. Vooral in die thuiswedstrijd. Ik was toevallig ook in het stadion. Toen viel hij wel op. Hij viel echt op. En het was gewoon een snelle, sterke jongen. Goed aan de bal. Hij deed gewoon wat hij moest doen. Je moet van hem niet verwachten dat hij 5 man voorbij gaat en een splijtende voorzet geeft. Maar ik zag hem wel als een laat ik zo zeggen, als Madueke tegen hem moet spelen, heeft hij geen leuke dag. Oké, nou, interessant om te weten dat we gaan het in de gaten houden als hij in ieder geval alsnog erbij zal blijven. Ja, ik heb die naam trouwens weer. Ah, vertel. Ballo Touré van AC Milan. Ik kon niet opkomen, maar. Oh ja, dat is ook wel een. Inderdaad, die is wel een bekende speler. Wat is er nog verder iets wat je wil aanvullen over de selectie van Senegal voordat we gaan aansluiten? Afsluiten. We moeten helaas gaan afsluiten. Dus heb je nog een aanvulling voordat we eruit gaan? Ja, ik heb 3 aanvullingen. Aanvulling 1, het is een fysiek dik in orde elftal. Ongeveer 80% van de spelers is 1,80 of langer. Dat zegt echt wel wat. Ja, ik zou ze echt niet onderschatten. Ik bedoel, wat je al zei, die spelers spelen gewoon bij clubs als Chelsea, AC Milan. Nou ja, Mané is niet bij, maar Bayern München. Die jongen van net, Jacobs bij Monaco. En zo kan je nog doorgaan. De basiself is gewoon heel sterk. Dus ik heb vertrouwen dat Nederland kan winnen. Maar gezien de fysieke kracht, de ervaring die ze hebben met Gueye op het middenveld. Ze hebben Mandi, een zeer ervaren keeper. Wat Nederland kan redden is het gebrek aan scorevermogen. Ze scoren niet makkelijk, Senegal. Maar ze krijgen ook niet makkelijk doelpunten tegen. En ik ben vooral benieuwd hoe ze het gemis van Mané gaan opvangen. Ik denk dat ze daardoor wat voorspelbaarder worden. Omdat Mané in de druk zet en het positiewisselingen een grote rol speelde. En zijn vervanger, beoogde vervanger, Diatta, is echt een flankspeler. Dus ik denk dat ze veel meer over de flanken gaan spelen dan wij met Mané zouden zien. Dus ik ben. En trouwens, de keeper is ook geen koekenbakker, hè? Mandy. Nee, dat is echt. Nee, maar dat bedoel ik te zeggen.
Als je een mix-elftal van Nederland en Senegal zou maken, zouden denk ik echt wel vier Senegalezen gewoon in de basis staan gewoon bij Nederland. Dat durf ik gewoon te zeggen. Zo'n speler als Gueye. Ja, als je die naast Frenkie de Jong zet, dan heb je toch een geweldig blok op het middenveld gewoon. Ik bedoel, Blind is niet beter dan Balotelli. Nee, en absoluut niet. Koulibaly is niet veel minder dan Virgil van Dijk. Dus, en zo kan je nog even doorgaan. Hè. Het is echt een echt. Ik verwacht heel veel Senegal dit WK, ook zonder Mané. Vooral omdat ze zijn moeilijk te verslaan. Ze winnen ook niet makkelijk van je, maar ze zijn ook moeilijk te verslaan. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben ook hartstikke benieuwd en ik weet zeker dat de kijkers ook hartstikke benieuwd zijn. We gaan afwachten tot de wedstrijd zal aftrappen. Bij deze moeten we helaas afsluiten, Reinel. Bedankt voor je bijdrage en super tof dat je er was. Graag gedaan, man. Tot de volgende keer weer. Vergeet niet te abonneren. Volg ons social media kanalen. En tot de volgende keer.